gaat ook echt overheen alsof je de was strijkt, hè? Een beetje zo. Kom man, met je power erin. Het Mattie en Wietse restaurant. Het is dag 2 van het Mattie en Wietse restaurant. Het was een beetje een kort nachtje, maar dat is horeca. En het is vandaag pizzaavond. Nou, kom maar. Eeuw. Een lekkere pizza margarita, no? Ski forget. Ja, dat is geen onbekend terrein voor ons. Yes. De pizzeria gaat open. Buongiorno, buongiorno. Mattie, welkom in de pizzeria. Jij mag meteen het wel pakken. Ben ik ingedeeld, spreek voor schoonmaken. Ja. En met alle learnings van toen hebben we opnieuw een pizzaavond kunnen organiseren. En dit is bijzonder. Dit is een echte traditionele houtoven. Daar kun je die beste pizza margarita en die pizza salami in bakken, no? Buonasera. Buonasera. Kom eens stij. Doet u binnen? Doet u binnen. Doet u binnen. Uitsloven. Jij bent pizzabakker? Ja. Kan ik misschien een instappizza maken? Ja, misschien de margarita? Tuurlijk. Kijk het even uit als een echte Italiano, man. Margarita. Die buffalo. Die buffalo. Oh, die buffalo. Margarita die buffalo, no? Ik denk dat je naar huis kan. Ja, dit is echt onoverwinnelijk. Bijzonder deeg is dit. Ik weet ook niet waar het vandaan moest komen, maar hij zei net al 72 uur gerezen. Zo, het duurde even. Salami krimpt altijd als het in de oven gaat, dus dan mag je een beetje over elkaar heen leggen. Dat het een beetje een overlap heeft. Je lijkt wel zo'n Albert Heijn instructievideo. Lekkerij. Zo, goede mozzarella buffalo. En dit is mijn pizza. Ik ben gewoon van de basic. Ja, deze moet je gewoon zo. Dat smelt vanzelf. Oh ja. Oh ja. Gaat het echt zo kleine stukjes geit. Het is maar goed ook niet voor iedereen op te maken. Nee, het is een beetje als met die fles wijn gisteren. Het duurde ook een half uur. Oké, dit kan zo in een folder. Dan sta je die microfoon al handig vast. Ja, ik heb vieze handen. Hey, mag niet. Oeh, dit raakt de Italiaan echt eens hard dit. Echt een goede pizza. Echt goede pizza. Gewoon heel lekker. Echt lekker pizza. Oh, echt een lekkere pizza. Ik denk dat de prijs omhoog moet binnen. Zal die menukaart aanpassen, gewoon bij de stift. Inmiddels zijn onze gasten binnen. Ze zitten lekker aan het voorgerecht. Wij hebben natuurlijk echt een line-up waar je u tegen zegt. We zijn er reten trots op. Onder andere Ali B komt nog langs. Miss Montreal. En vanavond hier Yannick. Every time I hear the music play. Every time I hear you say my name. When the air is filled with summer rain. I can feel love. I can feel love. I can feel love. Oh, 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 oh. We hebben vanavond speciale gasten in ons Mattie en Wietse restaurant. Dat zijn namelijk Chiara en Aurora. Onze oppaskinderen, daar hebben we natuurlijk een tijdje geleden een week lang opgepast. En er is één moment wat we gewoon niet meer zo snel gaan vergeten. Wietse heeft namelijk gekookt en het viel niet heel goed. Ga maar lekker eten, Aurora. Hoe kun je dit nou zo vies vinden? Dat begrijp ik niet. Omdat ik alles wat er is niet lust. Ja, de legendarische spinazie eitaart. Kleine verrassing. Speciaal gemaakt voor Chiara en Aurora. En de rest krijgt pizza. Ik zal ze hebben. Hebben jullie een beetje honger? Ja. Ja, nou. Eet smakelijk. Wow. Nou, eet smakelijk. Dat is lekker, hè? Nou, hé. Nu eet ze het wel. Ja, Chiara. Je kleine zus heeft ook geproefd. Ja. En ik proef niet. Zullen we de pizza gaan halen voor de dames? We gaan jullie pizza halen. We gaan jullie pizza halen. Ik vind het nog steeds heel lekker hoor. Ja, hier heb je de twee. Ja, dankjewel. Hier is er voor jullie de winnares van de Voice of Holland, Maan! I wanna pitch it higher, so you can light up this fire. Lose yourself again. And the beat goes on. De pizza is net uitgeserveerd. De salami wordt gewisseld voor de margarita. Wat zie je er charmant uit, jongen?
En, hoe is hij? Salami is beter. Jij bent meer van de salami en ik misschien meer van de margarita. Dan wisselen we weer terug. Tot zover dag 2 van het Matti en Wietse restaurant. Het hele restaurant ruikt naar pizza. Iedereen heeft kunnen genoten van die traditionele pizza, no? Morgen dag 3. Ik wist het, jongen. Ga weg. Ga weg. Ah nee, ga weg, jongen. Ga weg. Het Matti en Wietse restaurant. Ja? Ja, klaar voor? Dan gaan we in 3, 2, 1 en... Go! Het Matti en Wietse restaurant is hierbij officieel geopend!